De samenleving moet officiële berichten van het ministerie van Volksgezondheid raadplegen als het aankomt op COVID-19 ontwikkelingen. Dit stelde minister Amara Madin van Volksgezondheid vandaag voor de ministerraadsvergadering. De bewindsman geeft aan dat het niet verstandig is om af te gaan op berichten die viraal gaan via sociale media om te voorkomen dat mensen in paniek raken. Er zijn verschillende berichten die rondgaan. Ik wil verwijzen naar het officiële persbericht van het ministerie van Volksgezondheid van gisteren, waar wij de updates van COVID-19 wereldwijd ook even aan de orde hebben gesteld. Alle andere berichten die rondgaan via social media, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Voorzichtig zou ik willen zeggen dat het om fake berichten gaat. Er wordt een bepaalde hype gecreëerd in een bepaald artikel of in een bepaald appbericht over een variant. Laat me aangeven dat delen van dit bericht wij ons wel terug in kunnen vinden, maar dat varianten zijn ontstaan die dodelijker zijn dan alle anderen, dat wil ik ontkrachten. De WHO is wat dat betreft erg duidelijk in hun laatste rapportage op 22 december. Online is dat document ook te halen, waar u kunt zien dat op dit moment er 5 varianten zijn die onder interesse zijn van de WHO. En die varianten zijn JN.1 is een van ze waarvan die het meeste aandacht trekt. De minister geeft verder aan dat er daadwerkelijk een toename is van het aantal griepgevallen, maar dat niet alleen COVID-19 daarvoor verantwoordelijk is. Het influenzavirus maakt momenteel ook veel slachtoffers. Influenza is het normale griepvirus, waarbij dit virus ook verantwoordelijk is voor het aantal griepgevallen. Dus reagerend op uw vraag, berichten die rondgaan via social media waarvan de bron niet bekend is, daar zal ik niet op ingaan. Daar zal ik ook geen geloof aan hechten. Wel wil ik verwijzen naar een officieel persbericht van het ministerie van Volksgezondheid van gisteren. Ramadin adviseert personen die de epidemiologische ontwikkelingen willen volgen om liever informatie op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op te zoeken. In Suriname zal het ministerie zeker melding maken indien er iets zorgwekkends op de kop opsteekt.